We zijn in het provinciehuis en we zijn hier voor de tweede keer. Dat is onderdeel van een hele lange reeks van bijeenkomsten die we hebben georganiseerd. Om naar alle input te krijgen die maar mogelijk is vanuit de mede-overheden, maar ook vanuit maatschappelijke organisaties en marktpartijen over het nieuwe ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid van de provincie Zuid-Holland. U hebt de herfstvakantie bijna helemaal kunnen of moeten benutten voor 186 pagina's conceptdocumenten. Dit is eigenlijk het laatste echt participatieve moment voordat de gedeputeerde staten daar op 12 november over spreken. Welkom allemaal, dat u de verzorging heeft gefinancierd. Ik zag al wel heel veel papiertjes bijeen gaan bewegen van mensen die al dan niet verstandiger waren geweest. De ruimtelijke kwaliteit, ook de mobiliteit. En hoe zorg je ervoor dat er enerzijds wel gebouwd kan blijven worden in de toekomst, maar anderzijds dat je dat toch ook op een of andere manier een klein beetje reguleert. En dit is de eerste keer dat we er zelf chocola van hebben gemaakt. En hebben teruggelegd van oké, dit is de chocolade, proef ervan. En geef je eerste recensie. Ik vind het geweldig dat zij op voorhand een ambtelijk product durven delen met de hele wereld. Dat zie je niet vaak in overheidsland. Dat geeft ons de gelegenheid om alvast in te lezen in de provinciale stukken. En een reactie te geven nog voordat het allemaal formele procedures gaat doorlopen. Dit is niet het einde, dit is gewoon het begin weer van het volgproces waarbij we samen een nieuwe praktijk gaan bouwen.